prachtige stad aan de baai. Indië is een harde cultuur. Als je niet goed voor jezelf kunt zorgen, dan zijn er weinig sociale voorzieningen. Goh, dit vind ik zo heftig, hè? Shit. Als je ziet hoe je als kleine stichting bergen kunt verzetten daar, dan vind ik het niet meer dan logisch dat ik het doe. Je moet je voorstellen dat door die 8 jaar burgeroorlog de hele generatie geen onderwijs heeft gehad. Dan dreem maar even voorop gaan, want ik weet niet wie de chief is. They say that today they have decided. When we arrive, they ran. Omdat ik vind dat ik niet alleen voor mezelf op deze wereld terecht ben gekomen. Ik wil iets betekenen voor mensen. Ik wil delen. Ik zou een hartsituatie ook proberen blij te zijn. Maar ik weet niet of het me zou lukken. En ik denk dat moment, dat ik toen ook heel nadrukkelijk die opdracht voelde. The treatment here and the treatment in Holland is so different. It's painful to see. Ik heb toen ook besloten van, ik ga nu dat wat ik graag wil in de wereld zetten. Ja, meer als een pasje eigenlijk. Het is een levensovertuiging.